krijgt duizenden tekeningen, Pieten liggen daklopen en Sinterklaas heel blij met zijn kasteel. Hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Vol Verwachting. Vandaag laten we jullie de rest van het kasteel zien. Gaan jullie mee? En wat ben jij hier aan het doen, Piet? Ik ben Postpiet en ik doe alle tekeningen uit de schoenen sorteren en dan gaan alle tekeningen naar Sinterklaas. En hoeveel post heb je vandaag al gehad? Ja, vandaag al een paar duizend, maar ja, dat is van heel Nederland, dus het kunnen er wel een miljoen worden. En wat doen jullie hier dan? Wij doen hier cadeautjes inpakken en die doen wij dan weer testen en dan weer inpakken en dan zetten wij ze in het magazijn. En hoeveel cadeautjes staan hier? Ja, heel veel. Voor alle kinderen staan ze hier. Wat leren jullie in deze kamer? Wij leren hier rekenen, topografie, geschiedenis, daken klimmen, door de schoorsteen gaan, pak met cadeautjes lopen over de daken, dat we zachtjes moeten doen. En is het moeilijk? Ja, het is heel moeilijk en soms doen we elkaar aan plagen, want sommige Pieten hebben een beetje last van hoogtevrees en dan ja, is het een beetje lastig. Is het ook niet zo leuk zo soms. Ja, wie slaapt er ook altijd hier? Oh, is het nu alweer... Wat vindt u van het kasteel van u? Nou, wat denkt u? Als je in zo'n mooi kasteel mag logeren, dan geloof ik ook wel dat u daar een beetje vrolijk van zou worden, hè? Is het groter dan het kasteel in Spanje? Nou, het is niet echt groter, maar het gaat ook niet om de grootte. Het gaat meer om de warmte die het uitstraalt. Nou, die is hier picobello. Wat staat er op jouw verlanglijstje? Nou, ik zou graag willen kleine hapjes om te maken. Een klein kooksetje. En ga je daar dan allemaal dingen mee bakken? Ja. Zoals? Cakejes en taarten. Ik wil graag een paardenstal. Paardenstal? Van Playmobil. Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn laarsje, dank u Sinterklaasje. Zo Piet, nog nieuwtjes? Ik heb mijn nieuwtjes ja, want een van onze dakpieten die is eergisteren van het dak gevallen. Ja, en toen zijn er twee zulke zakken pepernoten op de grond gevallen, helemaal kapot. Dus dan moeten onze bakkerspieten weer flink aan de gang. Maar de Piet is wel ongedeerd, hè? Hij is gelukkig ongedeerd op een paar blauwe plekjes na. Ja goed, het was toch wel even schrikken over ons. Vol verwachting voor vandaag. Tot de volgende keer.